Johan Derksen. Gaat het wat beter met je? Je knapt ja, op, hè? Ik fleur een beetje op, ja. Ja, toch die warmte aan deze tafel die je dan weer... Maar moet je morgen, waar moest je dan morgen naartoe dan? Naar Uden. Uden? Ja. Kunnen er nog mensen naartoe of is het vol? Iedereen is van harte welkom. Oh, er is ruimte, begrijp ik nog. Dus volop ruimte. Oké. Okay. Jij zit in Sneek? Dat wil je ook even kwijt. Dat is ook nog niet uitverkocht, hoor ik wel. Nee, dat dacht ik al, ja. Ja, nog meer mensen die ergens naartoe moeten. Moet jij morgen nog ergens optreden, Wim? Of, Nee, ik ben vrij. Ik ga Nederland zelf gaan kijken. Maar... Ik ga ook Nederland zelf kijken. Oh, je moet zo naar Pauw toe nog, hè? Ja. Ja. Wat ga je dat doen? Hoeveel krijg je ervoor? Vraag je er geld voor? Wat zeg jij? Vraag je geld voor, Pauw, jij? Ik krijg een vergoeding, ja. Goed, man. Ja. Lekker. En hoeveel mag die zijn? 500 euro. Ach, dat meen je niet. Wat... Dat is toch grappig. Peter R. de Vries had mij laatst ge-sms trouwens dat het niet 2500 euro was. Het was wel meer dan 750 euro, maar het was meer... Maar ik kon toen 750 krijgen met Cécile Koekoek. Ja, van de week las ik dat hij 1000 kreeg, maar dan had jij toch ook 1000 moeten hebben. Jouw deskundigheid gaat toch niet onder die van Peter R. Maar het ligt ook aan de frequentie die daar zit natuurlijk, hè? Dat zou mee kunnen spelen, ja? Ja, nee. Kijk, maar Wim is ook een type die niet altijd kan. Nee? Waarom niet dan? Nou, omdat hij hier vaak zit. Hij moet nog bij andere tv-programma's commentaar geven. Ja, maar het is altijd hij kan er nu ook zitten. Hij zit nu hier. Ja, gewoon gelijk maar door. Dan moet je van hier nog snel naar Amsterdam rijden. Dat hebben wij eens een keer gedaan, toen we die televisie ring. Ja, was leuk, hè? Ja. Ja, dat vond je echt fijn. Eva Jinek vertelde mij vanmiddag, want die was tenminste vanmiddag de gast bij BNR... dat ze maar één keer iemand betaald heeft in al die tijd bij haar. Want verder komt iedereen gewoon... En nou ja, voor Eva rij je graag naar Amsterdam. Jij gaat gratis naar Eva toe. Schat van de meid. Ja, kan altijd heel gespannen voor de uitzending. Dan is de... Absoluut geen garen met dat te spinnen. Is ze heel gespannen. Daarna gooit ze de 5 pils in. Is zo'n wijf. Dat is echt zo. Vanmiddag gooiden ze er tijdens de uitzending een paar pils in. Dat was helemaal goed.